dat ook de overheid informatie heeft verspreid. De staatssecretaris. Meneer Van Meijden, uw inbreng is echt, ik bedoel, de staatssecretaris. Ja, dank. Als de overheid onjuist informeert, dan hebben wij altijd de plicht om dat recht te zetten. En dat is onze plicht om dat te doen. En soms worden wij ook kritisch bejegend door wetenschappers om te zeggen, dit is niet precies genoeg geformuleerd. Dus dat klopt. Het zou overigens enorm behulpzaam zijn, als dat niet alleen een norm zou zijn voor de overheid en voor wetenschappers, die elkaar kritisch bekritiseren, maar als het ook de norm zou zijn voor politici of voor influencers online. Dat als zij dus aantoonbare desinformatie hebben verspreid, zij diezelfde hoge norm zouden hanteren door te zeggen, dat klopt niet, dat is onjuist. En ik heb u nu 3 voorbeelden genoemd van uw eigen bijdrage. Als u zo kritisch bent over de desinformatie van de overheid, zou ik graag 3 keer willen horen van u dat inderdaad ook dat desinformatie zou willen zijn. Want inderdaad, de overheid en de wetenschappers hanteren een hoge norm. Als er aannames zijn geweest waarvan je later op wetenschappelijke basis moet zeggen, dat had een accent anders gemoet of dat had anders gemoet of die conclusie zetten we in een ander daglicht, dan heeft inderdaad de overheid en de wetenschap die hoge norm om het vervolgens ook in alle eerlijkheid en nuchterheid hier vast te stellen en ook met u daarover te delen. Als ik het niet zou doen, zou ik het ook horen overigens van u. Maar het zou ook helpen als die hoge norm niet alleen geldt voor dokters, voor wetenschappers en voor de overheid, maar ook voor politici en voor influencers, want die hanteren die norm eigenlijk niet. En dan ja, nog een keer, maar wel wat korter. Want het, nee, maar toen ik mijn zorgen uitsprak over het feit dat baby's in het eerste levensjaar met 20 vaccins worden ingespoten, heb ik 1 keer bloed genoemd. Als dat wordt weersproken, dat is natuurlijk totaal niet het punt. Toen heb ik ook direct gezegd, nou ja, prima, mogelijk, heb ik me onzorgvuldig uitgelaten. Maar dit is eigenlijk juist een heel belangrijk punt, want juist hierdoor, nee, als u het goed vindt, dan praat ik even uit. De heer Van Meijer heeft het woord. Die desinformatie die dus zowel door de overheid verspreid wordt als ook door tal van andere partijen, dat komt juist aan het licht door een vrije en open discussie. Als de heer Klaassen net het niet zou worden toegestaan om mij te weerspreken, dan zou dat juist heel negatief zijn geweest. Dus ieder debat is toch gewoon gebaat bij zoveel mogelijk verschillende botsende meningen. Dat zorgt er toch juist voor dat de waarheid aan het licht komt. En als we meningen gaan censureren, frustreert dat alleen maar de waarheidsvinding? Dat is het punt wat ik maak. Censuur is nooit de oplossing. De staatssecretaris. Het klopt dat er een botsing is tussen hoe ga je om met desinformatie en hoe ga je om met de vrijheid van meningsuiting. Dat ben ik met de heer Van Meijer eens. En daarom moeten we die balans altijd zien te bewaken. Maar tegelijkertijd heb ik ook een grondwettelijke opdracht om de volksgezondheid te beschermen. Die taak die ligt hier, bij mij, bij de regering. En als ik constateer dat vanwege desinformatie op sociale media vele mensen twijfels hebben, onnodige twijfels hebben over vaccineren die ze voorheen niet hadden, dan heb ik een opdracht, een verantwoordelijkheid, een grondwettelijke taak om daar tegen op te treden. En dat is de verantwoordelijkheid die ik heb. En toch nog even heel precies. Het is niet alleen desinformatie, maar het gaat ook om insinuaties die er ook op social media plaatsvinden. En die u ook hier, in die zin is het maar goed en helder, die u ook hier herhaalt. En toch, sta me even toe, voorzitter. Een van de insinuaties die u deed, het RIVM wordt betaald door VWS. Alsof daarmee het RIVM zijn wetenschappelijke onafhankelijkheid niet meer zou hanteren. Dat is een insinuatie die u daar heeft gedaan. Die is pertinent onjuist. Het RIVM heeft altijd een autonome, onafhankelijke wetenschappelijke standaard. En daar meng ik mij volstrekt niet in. Als de gezondheidsraad een advies geeft, ja, dan worden zij betaald door de overheid. Dat klopt. Maar dat betekent niet dat ik iets vind van de adviezen van de gezondheidsraad. In volkomen onafhankelijkheid, op basis van wetenschappelijke stand van de wetenschap, komen zij met informatie. En die insinuaties van Forum, die zijn eigenlijk misschien nog wel erger dan de aantoonbare desinformatie. Uw laatste interruptie. Een aantal punten, ik moet er toch echt even op reageren, want er worden mij veel verwijten gemaakt. Ja, maar dat lokt u zelf uit. Dus u heeft nog 1 interruptie en die dat moet klopt. U kort en daar ga ik mij afronden. Ja. Ik begin even met die opmerkingen over het RIVM. We weten dat het RIVM, dat is staand beleid, de richtlijnen van de World Health Organization volgt. De World Health Organization wordt gefinancierd door heel veel particulieren die heel veel perverse belangen hebben, door de farmaceutische industrie, door de Bill en Melinda Gates Foundation. Het is toch vanzelfsprekend om daar kritisch naar te kijken en dat niet allemaal blindelings te volgen. En ja, de minister van VWS die heeft de bevoegdheid om de heer Van Dissel te ontslaan wanneer hij maar wil. En we hebben gezien dat de heer Van Dissel zich heeft laten beïnvloeden door VWS, bijvoorbeeld over het advies om wel of geen mondkapjes toe te staan. Dus die corruptie is aantoonbaar en heeft plaatsgevonden. Nou. En dan dat
Tot slot, voorzitter, dat ene punt over de taak van de staatssecretaris om de volksgezondheid te ondersteunen. We hebben juist gezien tijdens corona dat de volksgezondheid ernstig geschaad is door de censuur, doordat dat juist de waarheidsvinding heeft belemmerd. Dus als de staatssecretaris zijn taak serieuzer neemt, zou hij juist de vrijheid van meningsuiting waarborgen, geen censuur toepassen. Dan kan het vertrouwen in de overheid hersteld worden en dan kan de waarheid aan het licht komen. Ik denk even aan dat het niet bij de mores hoort in dit huis om ambtenaren van corruptie te beschuldigen. De staatssecretaris. Ja, dank voor ze, want dat is heel ernstig wat meneer Van Meijer zojuist deed. Beschuldigen. U krijgt geen persoonlijk feit. Ik zeg hier iets wat gaat over de mores van het huis. U gaat maar weer zitten. Er is ook geen punt van orde. Ja, maar een persoonlijk feit. Nee. Dat bepaalt. Dus de voorzitter gaat over de toepassing van de regels in het reglement van orde. Ik maak een opmerking en u gaat niet met een persoonlijk feit reageren op wat ik zeg over wat de mores in dit huis zijn. De staatssecretaris heeft het woord. Voorzitter, ik vind het buitengewoon schadelijk. En ik ga dat toch zeggen, en dat is niet om een uitlokking te veroorzaken, maar buitengewoon schadelijk dat de heer Van Meijer hier aangeeft dat er corruptie zou zijn gepleegd door de heer Van Dissel. Ik vind het buitengewoon schofterig. Ik heb er eigenlijk geen goed woord voor over. Het is nota bene een strafrechtelijk feit van iemand die buitengewoon hoog aanzien heeft in onze wetenschap. En eigenlijk wil ik aan de heer Van Meijer vragen om het gewoon terug te nemen, want dit is schandalig dat het hier in deze Kamer gezegd is. Ik heb er echt geen andere woorden voor. De heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, dank u wel. U merkt, ik word hier persoonlijk aangevallen, dus daar wil ik me echt graag even op verdedigen. De gangbare definitie van corruptie in de wetenschap is het toestaan dat besluitvorming wordt beïnvloed door oneigenlijke belangen ten koste van het algemeen belang. Dat is wat de heer Van Dissel heeft gedaan toen hij op aandringen van het ministerie van VWS zijn adviezen heeft aangepast die niet gebaseerd waren op de wetenschap, maar die een politiek belang dienden toen hij heeft gerommeld in notulen. Daarmee is sprake van corruptie en dat moet ik hier ter sprake kunnen brengen, want VWS is verantwoordelijk voor de aanstelling van de heer Van Dissel en we zouden daar een andere man moeten hebben zitten. Staatssecretaris. Ik constateer dat de heer Van Meijer zijn woorden niet terugneemt en het is een pertinente schande. Voorzitter, ik heb er geen ander woord voor. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.